Hallo kijkers van Ultra Gaming 90 en welkom alweer bij LOL. Ja, mijn vriend is nog steeds niet aanwezig. Ik vind het wel jammer. Maar ja, we doen een andere map. Co-op VS All. Die tweede map die verkrijgbaar wordt, ik weet niet heen. Hoe die map heet. Maar we doen deze keer op beginner. De volgende keer, vorige keer deden we op interminated geval ding gebeuren. En nu gaan we, ja, hetzelfde doen, maar met een andere map. En in een andere moeilijkheidsgraad, namelijk beginner. Wacht het even tot hij online is. Kom op, gast, je bent bijna online. Hoeveel ping heb jij wel niet? Heel weinig waarschijnlijk. Nou ja, ik speel met Garen. Ik heb Garen gekocht. En ik vond het leuk. Want in het eerste kon ik er goed mee werken. Maar ja. Daarna moest je hem kopen. Om hem altijd te krijgen. Nou, en ik heb hem gekocht. En hier staat hij dan. Garen. Helemaal linksboven. Nou, we wachten nog even tot die andere gast komt. Hij is er bijna. Hij is er echt helemaal bijna. Hij is er echt bijna. Yay, hij is er. Dat is knap van hem. Feliciteren we allemaal eens, jongens, dat hij er is. Hallo. En we gaan beginnen. Andere map. Ik ken deze hele map niet. Volgens mij is dat die map met die brug. Waarom loop ik om? Nou ja, we zijn met z'n drieën. Ik ga Q kopen. Met mijn mana. En dan ga ik bovenlangs. Met Garen. Garen is niet de sterkste, wat ik zeg. Nee, de snelste personage. Nou ja, ik vind het hem in ieder geval niet zo snel. Maar die kracht die hij heeft is echt awesome. In makkelijke taal. Maar ik denk dat jullie awesome ook wel begrijpen. Ik begrijp niet wat dit is. Ik denk dat we dat later in het spel wel ontlokken. Nou. Ik ga leuk hier gezellig met hem in de bosje staan. Eindelijk kunnen we beginnen. Nou ja. Ultra 93. Hoe groot is die map? Oh, daar zit de Nexus. Oh, dat valt op zich wel mee. De grootte van de map. Nou, onze. En hun zienen. Er staan daar zo twee champions. Ja, dat ga ik dus niet winnen als ik hierop afga. Ik vertrouw het niet. First blood. Demacia marches as one. Oké, ik doe hetzelfde als die gast. Alleen ik pak die dingetjes wel even aan. Zijn attack speed is echt weinig. Ik ga hier vandoor. Heal! Heal! Oh! Dankjewel, map, dat je mij even gratis heal geeft. Maar ik begrijp nog steeds niet wat dat is. Oh! Arisebot! Shenbot! Oh shit! Golems! Echt? Oh no! Oh!
Oh shit. Turret! Turret! Verslaan! Verslaan ze! Verslaan ze! Protect our land. Waarom zet ik me healing in? Nou, op zich kan ik het ook wel gebruiken hoor. Healing. Nou, level up. Wat kan deze? Oké. Het is een tijdje geleden dat ik het gespeeld heb. Ik ben het een beetje kwijt. Eén kan ik er wel aan, maar zoveel achter elkaar niet. Nou, oké. Maar ik heb dit poppetje dus gekozen omdat ik hem zo lekker sterk vond. Hij is meer een tank dan een maagje. En ik kan beter werken met een tank dan met een maagje. Weer terugtrekken. Ja jongens, van eraan. Level up. Ja, wil ik wel even upgraden. Oké, pak haar. Nu gaan we Q een beetje upgraden. Ik hoop dat niet dat dit potje te lang gaat duren. Want de vorige keer hadden we al een lekker lang potje. Oh, ik ben de controles een beetje kwijt, merk ik. Na een week lang niet spelen. Zo. Ijsbad level 4. Officieel zou ik ze aan kunnen. Dominating. 2. Ik weet niet, hij klinkt niet fijn. Nou, recall. Volgens mij heb ik nu een betere tactiek. Volgens mij moet ik ook meer van die dingen kopen. Recruitment. Ik zag ik in de reactie staan, koop die dingen. En dan denk ik van, oké. Nou, €1900 heb ik nodig. Ik vind dit trouwens enorm groot staan. Hoe zet ik hem ook alweer kleiner afstand? Nee, hij is dat je hem los kan. Nee, hij moet ik wel vast hebben. Een ally has been slain. Hij staat er wel erg dicht. Ach, het zou wel. Erop af. Godlike.
Okay. Hoe kom ik opeens hier weer? Was ik dood? Legendary. Opeens stond ik daar, wat jullie zagen, en opeens sta ik hier. Ik zag precies hetzelfde als bij jullie. Ik zag alleen dat ik een e-mail krijg. Poef. Beeld viel opeens weg. Zet ik beeld weer aan, was ik dood. Nou, in ieder geval. Jullie hebben echt helemaal niks gemist. Want jullie hebben precies gemist wat ik heb gemist. En dat is denk ik bijna niks. Zo. Maar het is een lekker poppetje dit. Ik ga toch voor de W. Ook al kan die bijna niks, ik ga toch voor de W. Oh ja? Nee, het zijn er iets te veel. Oké. Hij vlucht. Maar hier kan ik echt lekker mee ownen. Met dit poppetje. Ik ben echt heel goed in dit poppetje spelen. Ik heb alweer bijna een champion, jongens. Nou, even dit gebruiken. Ik ga hier weg. Weglopen. Oh, bijna. Zo, die was sterk. Oh, ik denk dat dit weer zo'n lange aflevering wordt. Dan vraag ik me ook af waarom die zo is ingezoomd. Ja, als jullie hem niet geïngezoomd zien, maar bij mij is hij echt helemaal ingezoomd. Ik zie echt helemaal bijna niks meer. Momentje, wat is dit? Hotkeys. Ja, leuk. Video's. Sound. Interfact. Hutscale. Oh nee, dat is dat. Dat was groot. Chat scale, screen flash on damage. Ja, ik weet niet. Ik weet niet. Your turret has been destroyed. Characters, minion. Oh, kun je dit trouwens ook nog aanpassen? Dat wist ik helemaal niet. Ik wist het helemaal niet. Keep faith in yourself. Oh. Nou. Worden we toch maar weer mooi aangevallen? Die. Want die heb ik gebruik ik het meeste. Nou, oké. Ik hoop niet dat we verliezen. Dat zou best slecht zijn. Maar ja, op zich zou het ook begrijpelijk zijn, omdat ik deze map nog nooit heb gespeeld. Maar dat personage kan ik zo lekker mee spelen, ja. Gewoon heel lekker. Tak, 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 tak. Nou ja, ik weet niet aan waar het aan ligt. Maar ja, in ieder geval. Ik kan er goed mee spelen.
Oh, dat is iets te veel. Ze zijn te sterk. Pak ze, jongens. Dat is wat ik heb geleerd. Tot nu toe, turrets zijn je vriendjes. Je eigen turret in ieder geval. Je eigen turret is je vriendje. Fear not. I'm coming. Is je goede kameraad. In ieder geval. Ik hoop dat ik vandaag een champion kan killen. Dat hoop ik oprecht. Hier kijk ik om ze gewoon. Tik, 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 tik. Jij. Wat gebeurt er? Ik zie een zwaardje hier weer staan. Nou, ik weet niet wat er gebeurde. Maar ook echt waar, dit. Dit is ook zo groot. Nou ja, die kan ik kopen. En deze kan ik kopen. En dan zit ik te wachten op 3000. Nou, in ieder geval. Oh ja, hoe ik ben gekild. En we zien. Nou ja. Dan gaan we maar weer lekker door. Zoals ik zo zie gaan we vechten. Winnen, niet vechten, winnen. Vechten deden we al. Maar dan wil ik hier die grote baas wel eens zien, die grote monster. Ah! Zal ik hem gaan proberen? Oh! Even healen. Yes! Ik gaf hem de laatste klap. Nou, dit monster was niet zo sterk. Maar ja, er zijn altijd wel tactieken om die monsters uit te schakelen. Yes! Mijn eerste champion gekilled. Gewoon... Mijn eerste champion. Mooi. Q gaan we upgraden. Ik vind het echt geweldig. Mijn eerste champion. Gewoon. Tak. Dat betekent dat ik ze aan kan. Oh. Terug. Terug. De dingen zijn te sterk. Ik pak ze wel. Ja, als ze met z'n eentje zijn, kan ik ze wel aan. Alleen als ze met z'n tweeën zijn, kan ik ze niet aan. Nou, blauwtjes gaan even voor. Blauwe minions. Is hij met z'n tweeën? Oh, nee. Oi, 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 oi. Fear is the first of many. Legendary. Ik recall maar even. Ah, oké. Okay. Ik ga hier wel in de bosje staan. Oh, oh ja, verkeerd knopje. Ja, oké. Okay. Nou. Wil ik aanvallen? Ik hoop niet dat dit een lang potje gaat worden.
Maar ja, je weet het nooit bij LOL potjes. Of ze lang duren of niet. Ik weet ook niet hoe lang ik nu al bezig ben. Ik denk niet zo lang. Maar ja, ik doe het gewoon via mijn baan. Hun doen het gewoon via hun baan. En dan komt het allemaal goed. Zo. Maar die minions zijn ook zo makkelijk met dit poppetje. Jong, baf. Baf. Maar dus met deze poppetje mijn eerste champion gekilled. Gewoon het poppetje waar ik als eerste mee begon. Dan maak ik mijn eerste champion mee. Het poppetje wat ik het allernice vond om mee te spelen. Deze speelt ook lekker, joh. Gewoon een beetje rammen. Kijk, gewoon een beetje hakken. Hakken, hak. Kijk, kun een beetje. Zo. Nou, een beetje omhoog. Oh, hij durft niet. Pak hem! Goed zo! We hadden hem tezamen. Mooi zo. Nou, dan gaan we volop de aanval af. Nou, ik ga er ook op af. Tak. Zo, we gaan winnen. Oké, nu dit ding. En we gaan gewoon winnen. En bam! Victory. Gewonnen! Nou, mensen. Ja. Doe een duimpje omhoog. Abonneer. Zet deze video in je favorieten. En dan zeg ik doei!